Goedenavond, wethouder Van Dijk. De eerste reactie eigenlijk op basis van de commissievergadering die net is gehouden. Volgens mij is er een hele pittige discussie geweest, of een pittig debat van de commissie. Het was ook een moeilijk onderwerp. Wat doe je nou met een verzoek van een club als WSC om een lening in tijden dat je het als gemeente zelf moeilijk hebt? Hoort dat dan bij je kerntaken? Nou, daarvan hebben we gezegd, het hoort niet bij onze kerntaken. Maar het hoort wel bij ons als overheid en faciliterende overheid om te kijken, kunnen we de club helpen om een acuut probleem te overbruggen, zodat de vereniging daarna weer op eigen kracht verder kan. Maar is het dan ook waarop gehoopt is, als je zo'n voorstel schrijft, dat eigenlijk alle partijen zeggen van, ik moet er nog maar eens over nadenken? Nou, dat proces zijn we als college ook zelf doorgegaan. Dit is geen hamerstuk geweest in het college. Daar hebben we goed over nagedacht van, hoort dit nou bij onze taken? Dus ik kan me helemaal voorstellen dat de commissie ook diezelfde afweging maakt. En ook denkt van, nou, wij moeten vanavond, waar veel is gezegd, ook nog maar eens op ons in laten werken. Komt 19 december dan niet te vroeg om erover te stemmen, als er dan ook nog wordt gezegd van, we moeten de cijfers nog maar eens goed bekijken. Want het schijnt allemaal nog niet zo helder te zijn als dat het geschreven is. Ja, er gaan heel veel cijfers gaan er op zo'n avond over tafel. En ik denk dat het goed is dat we zekerheid hebben over het bedrag. Dat dat dan ook gaat helpen om WSC definitief te helpen naar meer stabiliteit. En ja, de termijn van 2 weken is dat geloof ik tot aan 19 december. Dat is een termijn die de raad met zichzelf heeft afgesproken. Daar leggen we als college ook bij neer. En dan nog even terugkomend op de zekerheden die eronder liggen. Hoeveelste hypotheekrecht heeft de gemeente Oldebroek straks als er toch geëxecuteerd gaat worden? Nou, dan zijn wij als eerste aan de beurt. De vraag is allemaal van, je hoopt dat het allemaal niet nodig is. Maar het is wel goed om te laten merken als gemeente, wij zijn hier serieus mee bezig. Het is geen gift of geen bijdrage, of we kijken niet ergens door onze vingers. We willen nadenken over een lening, maar daar horen wel serieuze voorwaarden bij. En het hypotheekrecht is er dan eentje van. Is het er nou prettig om in het rijtje met Eindhoven, Den Bosch, et cetera te komen te staan als gemeente Oldebroek en misschien wel de hele rompslomp van staatssteun nog een keer over je af te roepen? Nou, wij menen dat er van staatssteun geen sprake is. Dat zullen wij in de commissie ook nog even schriftelijk laten weten waarom we dat denken. Ik heb zelf de vergelijking genoemd met Emmen en Utrecht en Den Bosch en wat niet meer zei. Maar ook aangegeven dat het daar vaak gaat om bepaald economisch belang. Waarom je een club wel of niet steunt. Hier gaat het echt om het maatschappelijk belang. WSC, daar zitten zoveel teams spelen daar. Zoveel kinderen zijn daar op zaterdag en door de week bezig. Zoveel vrijwilligers zijn daar actief. Buiten het voetbal om gebeurt daar zoveel. Dat we hebben gezegd, dat is echt waardevol voor de samenleving van Oldebroek. En dat verdient daarom op dit moment onze steun op de manier zoals wij dat kunnen doen. Laatste vraag. 10% van Wezep-Hattemerbroek, ongeveer 1200 inwoners. Is dat maatschappelijk belang als je het trekt over de gehele gemeente van ongeveer 24.000, 25.000 inwoners? Ja, het geeft aan dat WSC een grote club is. Bij mijn weten de grootste sportvereniging die we hebben binnen onze gemeente. En dat is toch een maatschappelijk belang. Dat veel mensen daar of als vrijwilliger of als sporter actief zijn. Dat is echt iets waardevols en iets om trots op te zijn dat we dat binnen onze gemeentegrenzen hebben. 19 december het vervolg. Heel veel succes ook met het verder opstellen van het voorstel en de toekomst ervan. Dankjewel. Goed, bedankt. Robert During, goeie avond, interim voorzitter van voetbalclub WAC. Wat is je eerste reactie naar aanleiding van de commissievergadering zoals die vanavond geweest is? Eerste reactie, het zal een zware strijd worden om het voor elkaar te krijgen. Zoals de voorzitter al zei, knopen tellen kunnen we. Dan staan de knopen op dit moment niet in ons voordeel. Ik ga ervan uit dat de gemeente zoals die hier nu zitten toch het maatschappelijke belang van WSC voorop gaan stellen en uiteindelijk toch beslissen om ons de goede richting op te duwen. Was het ook de verwachting toen jullie hier kwamen, want gesteund door veel publiek, veel aanhang, waardoor het maatschappelijk belang nog een keer ondersteund is, was het ook de verwachting toen jullie hier kwamen dat het eigenlijk toch nog zo'n zware dobber zou worden? Ja, dat wisten we vooruit natuurlijk. Kijk, op het moment dat je zulke grote geldbedragen aan lening vraagt, dan is het alleen maar logisch dat daar kritisch naar gekeken wordt. Terecht. Dus met andere woorden, ja, in die strekking hadden wij wel gedacht dat het zwaar zou worden.
Is er nou ook echt sprake van een maatschappelijk belang? Ja, tuurlijk, ik vraag het hè, aan de verkeerde misschien. Maar 10% van Wezep is ongeveer 1200 inwoners. Of 1200 belangstellenden. Is het nou maatschappelijk belang als je trekt over de gehele gemeente van 25.000 inwoners? In die zin ja. Dat lijkt inderdaad een klein stukje. Maar wat ik aangaf in mijn tijd dat ik mocht spreken, was dat WSC meer is dan een voetbalclub. Het heeft ook een sociale werking naar mensen die hun kaartje leggen bij ons, maar ook mensen die de velden onderhouden bij ons. In die zin vind ik zeker maatschappelijk. En is de discussie over staatssteun, komt dat ook bekend voor in de oren of klinkt dat heel erg ongewoon dat dat nu ter sprake komt? Ja, voor mij klinkt het ongewoon, want ik ben van mening dat wij gewoon een lening krijgen die wij met rente terug moeten betalen. Dus ik zie het woord staatssteun daar niet zo in terug. Is het een marktconforme rentelening ook? Want ik bedoel 2% is het volgens mij. Is ons nog niet bekend. Er is alleen in de stukken die de gemeente ons aangeboden heeft, daar stond in marktconforme rente. Dus okay. Wat is marktconform? Dat wachten we wel af tot we dat horen van hun. Vanavond is het inderdaad geroepen. En dan luister ik ook van oké. Maar het is nog niet officieel medegedeeld wat de rente zou worden. En nu op naar 19 december. Wat is de verwachting in de komende 2 weken richting die bepalende cruciale datum? Wij moeten nog, tenminste er is vanavond al gevraagd, extra info geven over de financiële stukken die ingediend zijn. Financiële stukken zijn ook gebaseerd soms op aannames, soms niet. Dus daar gaan onze penningmeester en dergelijke en de mensen van de gemeente gaan erover babbelen. We zullen dat helder maken, want dat lijkt me ook logisch. Ze vragen er bijna allemaal om, dus dan wordt het ook een verhaal om dat ook even op tafel te leggen. Goed. Klonken sommige cijfers ook ongewoon in de oren, dat het in één keer een schuld van 240.000 euro werd en misschien nog wel hoger? Dat klonk mij ongewoon in de oren, want dat zou niet uit onze stukken mogen blijken. Maar ik ben niet de financiële man van de club, ik ben de voorzitter en niet de financiële. Dus de penningmeester die zal dat op moeten helderen en ik vertrouw op de penningmeester dat hij dat goed gaat doen. Heel veel succes in ieder geval, bedankt voor het interview nu en succes richting 19 december met de uiteindelijke beslissing hierop. Oké, dankjewel.